Hallo en welkom bij Pulse Model Train Stuff. Vandaag ben ik bezig met deze op batterij aangedreven Deutsche Bahn treinen. Uit eentje heb ik de verlichting gehaald. Die zat zeg maar ingelijmd half in die trein en daardoor is ook het model enigszins beschadigd. Even kijken, volgens mij is dat deze. Je ziet eigenlijk dat die hier gewoon gesmolten lijkt. Bij de tweede wagon heb ik de verlichting ingebouwd, maar dan met ledlicht. En die haal ik er zo bij. Ik was nu eerst nog bezig met de motorwagen zelf. Waar iemand met heel veel plakband, heel veel stukjes kabel doorheen heeft getrokken. En ook alles zeg maar een beetje aan elkaar heeft gedraaid. Dus hele schone taak, denk ik, om hier wat van te maken. Maar even alle bekabeling goed te doen. Deze mag dan hierop. En dan heeft deze persoon een tweede kabel getrokken dwars door de trein heen. Met een diode erop naar de verlichting. Maar zoveel kabeling is helemaal niet nodig. Ik ga deze op de motor zetten. Hoop ik niet dat ik het hele mechanisme hier gesmolten heb. Erop. Laat ik hem trouwens eerst even tinnen. Dat gaat allemaal makkelijker. Zo. En dan de andere. Wat heb ik hier? Een klein draadje. Trouwens. Er is hier zoveel bekabeling uit die trein gekomen. Dat ik ook wel gewoon eentje kan pakken die er al op zat. Een beetje functioneren die handel. Voorkant. Er zat dus de bruine draad zat hier gewoon om de motor ding heen gedraaid, de motor passen.
om het motor contact sleepdingetje. Ah, kijk aan. Precies verkeerd om. Als de trein die kant op rijdt, branden de lampen. Dat is niet handig. Dus ja, ik ben bezig geweest met de schoonmaken van het loshalen van alle bekabelingen en het schoonmaken van de bekabelingen en vervolgens het gebruik van soldeer in plaats van plakband om het vast te zetten. Daardoor zal de betrouwbaarheid ongetwijfeld iets omhoog gaan. Zo. Eens kijken. Even de goochel op hoe dat die motor er nou precies in moet. Volgens mij moet die. Ja, volgens mij zit het wel. Zo. Nu. Naar rechts gaat hij naar rechts. Naar links gaat hij naar links. En branden er net op rechterlamp. Welkom bij Prolos Model Train Stuff. Ik ben vandaag bezig met de batterij aangedreven Deutsche Bahn stekkertrein. In het echt werd deze opgeladen onderaan de berg, als ik me niet vergis, reed hij naar boven. En kwam vervolgens al opladend naar beneden, zodat hij redelijk efficiënt was. Kon ook langere afstanden rijden. Iemand heeft er in deze verlichting geprobeerd in te bouwen. Eens kijken, is dat te zien. Ja, het is helemaal gesmolten. Ik maak hier nu de tussenwagon van de motorwagen. Had een heleboel losse bekabelingen overal heen. Die is inmiddels opgeruimd. Eens kijken. En we hebben verlichting. Die kant op. Mooi. Dus die motorwagen kan dadelijk weer in elkaar. Er zaten een heleboel losse draden in. Dit heb ik allemaal weggehaald. Opgeruimd. Geknipt, want het zag er niet uit. En ik heb de tweede of de derde motorwagen ook aangepast. Die ga ik even pakken. Zo, het zit nog niet dicht. En deze motorwagen heeft LED-verlichting erin gekregen. En ik zie nu dat ik denk dat ik deze even om moet wisselen. Maar daar had ik ook al rekening mee gehouden.
Hierin zit een LED-lamp. Ongeveer op dezelfde manier als de lamp op de motorwagen. Er zit een hele dikke condensator aan, zodat hij lekker constant brandt. Dat je niet zo'n last hebt van als je spoor niet al te goed is. Een motor rolt ook nog door. En ik zit een beetje over te denken om zo'nzelfde opzet dadelijk te doen in de motorwagen. Ik heb hier een stroomregelaar. Die zorgt ervoor dat als de stroom in de buurt van de 5 volt komt, dat hij doorlaat. Alles onder de 5 volt ook. Boven de 5 volt gaat hij weerstand opbouwen, zodat er maar 5 volt door blijft gaan. Daaroverheen, op de output van de 5 volt, zit een condensator, een vrij grote. En daarna een weerstand. En de weerstand gaat naar de LED toe, zodat die LED niet in één keer doorbrandt als hij 5 volt voor zijn flikker krijgt. Dit zorgt dus voor dat... Even zonder kap. Even zien. Zo. Okay, dit is allemaal analoog. Ja. Kijk, ja, hij brandt goed. Het wordt wel degelijk feller als ik er meer stroom op zet. Komt omdat er meer vermogen beschikbaar is. Maar het voltage wordt niet veel hoger. Als ik hem nu afhaal, dan nu is hij uit. Dus dat zorgt ervoor dat hij niet zo hard knippert als hij dus over sporen heen rijdt, wat niet zo heel schoon is. Wat ik hier heb liggen is daar over het algemeen wel een voorbeeld van. Dus ik denk dat ik dit ook ga bouwen in motorwagen, met zo'nzelfde LED-lamp, dan ziet het er mooi uit. En nou, samen met dan de gestripte tussenwagen, ik denk dat dat er eentje wordt voor iemand anders voor onderdelen. Heb ik dadelijk een analoge rijdende trein, dat is ook al een tijd geleden. Met in ieder geval één wagon verbeterde LED-verlichting. Nu ga ik eens kijken. Oeh, dat ding wordt lekker warm. Dat was wel de verwachting. Nu ga ik eens kijken of ik het ook allemaal weer in de wagen krijg. Lukt dat nou niet? Is wel een hele dikke condensator. Ik kan natuurlijk ook gewoon een kleinere nemen. Die zal in ieder geval een stuk eenvoudiger hierin passen. Maar dit lukt volgens mij ook wel redelijk. Een kleinere heeft dan als nadeel dat de spanningswisselingen die je kunt overbruggen, of de ontbreking die je kunt overbruggen, die zijn wat kleiner. Maar ik denk dat dit wel echt al aan de extreme kant is. En als ik zo kijk, ik krijg hem bijna niet meer dicht. Ik ga hier dus nog een kleinere inzetten. En ik ga heel even bedenken wat ik nou ga doen met de verlichting in mijn locomotief. Misschien wil ik die wel gewoon hetzelfde hebben. Nou, ik heb met een kleinere condensator geprobeerd en ik vond het effect niet zo heel mooi. En toen zag ik dat er aan de andere kant van dit loodblok nog ruimte was. Er zat een klein pinnetje in. Daar heb ik er van uitgehaald. Het loodblok zit nog op zijn plek. De condensator zit daar nu. Bekabeling heb ik gedaan. Even kijken. Ja. Ik heb niet zo'n heel goed contact zoals de verwachting was. Maar hij blijft toch redelijk rijden. Zolang als hij rijdt, gaat het redelijk. En dat is dan toch het idee. Want met analoog heb je niet dat als hij stilstaat dat hij moet branden. En dit doet hij goed. Maar als hij dan een keer op een rotstuk rail staat, dan dooft hij vrij snel uit. Even kijken. Ja. Dit is een rotstuk rails. Wat ik met de andere kant ga doen, dat weet ik nog niet. Het is een stuk minder plaats in binnen de behuizing om dingen netjes weg te werken. Hier past het mooi allemaal onder de bankjes. Dus als ik deze dadelijk goed op krijg,
zo. Ja, dit komt eigenlijk meteen alweer goed op zijn plek terecht. Dan is deze klaar. Nou hoop ik alleen dat ik niks per ongeluk omgedraaid heb. Dus dat de verlichting nog steeds de goede kant op werkt. Maar natuurlijk test ik dat pas nadat ik hem dicht heb gezet. Heb ik nog een schroef? Kijk, hier heb ik nog een schroef. Ik heb de afgelopen tijd flink wat spullen verkocht. Heel blij mee dat ik nu weer ruimte heb. De motorwagen gaat de goede kant op. Als ik hem die kant op laat rijden, zou hier de verlichting moeten branden. Oeh, ja, die brandt. Dus zoals ik zei, heel veel spullen verkocht, heel blij mee. Deze gaan waarschijnlijk ook de verkoop in. Past eigenlijk niet bij wat ik heb. En het was een. Ik heb ze gekocht om dit project eigenlijk te doen, verlichting erin te zetten. Ik ga ze niet digitaliseren, dat vind ik niet waard. Dus ja, mocht je interesse hebben, ik zal hieronder ook de link plaatsen op de marktplaats, denk ik. Want ik zie weinig reden om ze nog te houden verder. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.